We hebben hier vanavond de passenavond voor de lichtjestocht. Elk jaar hebben we op normaal 24 december, dit jaar op 23 december, hebben we de lichtjestocht in het Beeklespark. En dat bestaat uit een hele aantal taferelen. En wat we vanavond eigenlijk doen, is alle vrijwilligers die meespelen in de taferelen, daar zijn we de kleding voor aan het passen. Kijken of de kleding nog heel is, of aangepast moet worden, vermaakt moet worden, te groot is, te klein. Wij komen voor een koning van de Joden die geboren is. Nou, ik ben een van de vijf organisatoren van de lichtjestocht. Niet echt een bestuur of zo, maar een van de vijf kernleden. En binnen die groep ben ik eigenlijk de voorzitter. En ben ik ook degene die mij met de praktische zaken bezighoudt. Nou, het begint eigenlijk al met de vergunning. De vergunning moet aangevraagd worden bij de gemeente. Vervolgens heb je verkeersregelaars nodig. Je hebt mensen nodig voor de beveiliging. EHBO is nodig, je hebt BHV is nodig. Dus eigenlijk aan de hele praktische kant, de hele ondersteuningskant. Daar moet eigenlijk heel veel gebeuren voordat je überhaupt de lichtjestocht kunt organiseren. Ja, ik ben als instrueerder van mijn rol. En hoe kan het dat er een koningskind geboren is en ik weet van niks? Dit jaar zijn we vlak voor de grote vakantie begonnen om überhaupt bij elkaar te zitten en te kijken van wat gaan we dit jaar doen. Had ook met de datum te maken, omdat de 24e op een zondag viel. En voor de rest zijn we pas echt actief vanaf september. Dan begint het echt te draaien, dan moet de vergunning aanvragen, moet de deur uit. Vlot dat een beetje, die vergunningen? Ik moet wel zeggen dat het dit jaar iets meer tijd heeft gekost dan andere jaren. Voorgaande jaren was het een stuk gemakkelijker. En dit jaar werd er wel iets meer gevraagd dan voorgaande jaren. Volgens de profeet is de redder geboren in Jeruzalem, in het land van Juda. Er gebeurt achter de schermen ontzettend veel voordat al die 1000 mensen echt op de 23e langs alle taferelen kunnen. Ja. En al die mensen die worden dik betaald natuurlijk, hè? Nee, die mensen worden echt niet dik betaald. Het zijn echt allemaal vrijwilligers. En we zijn ontzettend blij met die mensen. Ze steken er veel energie in. Ze steken er heel veel vrije tijd in. Om het eigenlijk voor een ieder die komt gewoon mogelijk te maken.